Maarten, wat is de belangrijkste les die we geleerd hebben uit die 5 dialoogsessies? Volkshuisvesting staat weer bovenaan de agenda. En dat is ook hard nodig, want er moeten heel veel woningen worden gebouwd. Er moeten heel veel woningen worden verbeterd en verduurzaamd. Er zijn leefbaarheidsproblemen en er zijn betaalbaarheidsvraagstukken. Dus politiek gezien moet volkshuisvesting wonen, bouwen echt weer hoog op de agenda. En nou zaten er Kamerleden bij die al heel lang met wonen bezig zijn. Ook mensen die kandidaat zijn, voor hen is het nieuw. Was je onder de indruk van hun niveau of moeten er nog echt wel veel lesjes gegeven worden? Nou, wat je merkte dat Kamerleden vooral aspirant-Kamerleden vooral leuk vinden om in de regio te praten met lokale politici, mensen van de gemeente, van de provincie, met de mensen uit het zorgdomein of vanuit het sociaal domein, welzijn, veiligheid. Dat kwam allemaal aan bod. Dat je eigenlijk een heel palet kreeg van welke praktische problemen kom je te regelen om die grote opdracht van rondom bouwen en wonen voor elkaar te krijgen. En daar moeten we gewoon mee doorgaan, niet alleen maar bij verkiezingen.